Goedendag, beste luisteraars. Ja, daar zien we dan helemaal weer met Vesteloven samen. En nu natuurlijk op de zaterdag, de 13e, samen met alle jeugdprinsen heet Oudoes eigen uitzendgebied. En niet natuurlijk alleen de luisteraars, Peter. We gaan het vandaag voor de eerste keer. En we hebben ook een promeurtje. Gaan we het uitzenden op TV Tags. Dus de mensen kunnen toes mij kijken dat alle jeugdprinsen en prinsessen dadelijk heen naartoe komen. En dadelijk heen in deze tafel komen vertellen van wie zij uitgekomen zien. Wie zij de vasteloven beleven. Wie zij met de jeugd in haar eigen kern omgaan. Dan valt er uit een hemel alleen nog weer. De hand die gewoon een huur. Want niemand stijgt meer terug. We zien een truc hier in de studio en ook de kijkers toe. Van harte welkom. De hoegheden van, ja, we moeten zeggen van de Kievelhoete uit Bijl. Voor prins Roel de Nierste en vorstin Gabi. Heel hel welkom. We gaan het met haar hebben over wat er in Bijl al allemaal is gebeurd. Want de vasteloven in Bijl bruist als nergens anders. En ja, Roel, deze achter straks op de van. Ze liggen een beetje op het kantje van de gemeente Pielemers. Komen we dadelijk even met Gabi op truc, wat er gisteravond is gebeurd. We gaan eerst naar Roel toe. Roel, ja, het uitkomen van een jeugdprins. Wie geeft dat in het Meijeltse? Nou, het is trouwens prins Roel de Tweede. Oh, kijk aan, daar staat hij bij. Goed zo. Dan weet je dat ook weer. Maar elk jaar is dat wel wat anders. Dit jaar gingen we in ski pakken, gingen wij het podium op. En wij deden dan bepaalde dansjes en al. En we hadden dan sowieso warm van de zenuwen. En dan ook nog eens met zo'n skipak in. Geloof me, dat valt niet mee. Ik geloof dich, dat valt niet mee. Maar was er in mei al dan al sneeuw dat ze in de sneeuw pakken? Of was dat gewoon een beetje voor de lol? Nou, dat was een beetje voor de lol, ja. Roel, en ja, je zit samen naar de scholen geweest, hè? Vertel eens, wie was dat? Ja, dat was Super John. In de ochtend maken we gewoon nog onze canvaspakjes en doen. En dan smiddens dan in onze pakken als prins en vorstin. Vorstin. En Gabi, op de scholen moet je daar in een kar mee, in een wagen, moet je lopen, ook naar de kleintjes toe. Want dat is natuurlijk het allerleukste bij die hele kleine peuters. Ja, dat zijn we toen een uur geweest, volgens mij. En daarna zijn we naar de bovenbouw geweest. En die hebben altijd van elke groep een optreden. En ja, wij hebben er alleen van groep 8 gezien. Je hebt van groep 8 gezien. Maar even terug naar die hele kleine peuters. Willen die u niet allemaal vasthouden, hè, als je de Polonaise maakt? Voor op de foto's soms wel. Maar ik sta veel op in de Polonaise en dan naar de vorstin. Dan rol van 11 en dan komen die kleintjes achter ons aan. Allemaal hem. En dat was wel schoon. Ja. Je bent gisteravond mij geweest in de bus. Nou, de sleuteloverdrag hij opmerkt in Pallingen. Vertel eens, wat is er eigenlijk... wie vond ze trouwens? Allemaal die grote prinsen bij jij? Ja, dat was wel leuk. En ja, wij waren wel de enige die ook echt als jeugd... Prins en vorstin er waren. En op de terugweg, toen gingen we met de bus terug. En toen waren we in Meijl. Toen kwamen we een soort politie tegen. En die had de sleutel afgepakt. Van de grote prins? Ja, want we waren over de grens geweest. O jee, en nou is er in Meijl geen sleutel. Dus de Meijlse prins kan niet mij regeren. Over de nieuwe gemeente nou? Ja, die moeten we vanavond terugverdienen. Die moet geen terugverdienen of de grote prins? Ja, met z'n allen. Met z'n allen. En kan ze al een beetje vertellen van wat er gaat gebeuren? Wie je dat gaat doen? Ja, we hebben dan de sleuteloverdracht van Meijl. En dan moeten we... Ja. Dus in Meijl krijg je een nieuw sleuteloverdracht... En daar krijg je de sleutel terug en dan moet je samen allemaal wat voldoen met de grote prins samen. Moet je er wat voldoen en dan krijg je de sleutel terug. Ja.
Nou, dan zien we benieuwd naar dat huren van de correspondent morgen, wie dit heeft gegaan. We gaan hier even kijken, Roel. Morgen, wat gaat je morgen doen? Of gaat je hier vanavond nog... We hebben nog eerst de kievloertemis. In de kerk dus. En daarna de sleuteloverdrag van Meijl. Sleuteloverdrag. En Gabi, wat gaan we morgen doen in Meijl? Morgen hebben we de optocht. De optocht. En je gaat mij natuurlijk in de optocht. Ja. En op een wagen gaat je te voet. Vertel het eens. Op een wagen. Een wagen. Een beetje hoeig. Ja. Dat is kicken, hè? Dat is leuk, hè? Ja. Allemaal op die mensen neerkijken. Hé, zien we, hè? Wij zien de prins en de vorstin van de Kievloedriek. Ja. En ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog maandag. Roel, wat gaat je maandag doen? Een keischutenbal en dan... Waar bleef? Keischutenbal? Ja, het keischutenbal. Wat is dat? Het keischutenbal is een soort van bal. Dat is een bal voor kindjes die nog op de basisschool zitten van 7, 8 en zo. Die er zin in hebben om even te komen. Die mag even komen. Die mag even komen en die doen we dus samen carnaval vieren. Ja. En Gabi, wat gaat je dinsdag nog doen? Dinsdag nou ook nog het keischutenbal. Nog een keer. En dan is het dinsdag, wie laat is het ongeveer afgelopen? Wie laat moet je aansluiten? Dat weet ik niet. Dat weet ze niet. Dat is ook niet belangrijk, komen we wel achter. En dichte hier. Als eerste prins van allemaal die jeugd vastelovensclubs die vandaag heen komen. De eer om ook het eerste afsluiten. En natuurlijk duisteren dat met die spreuk. Laat uren. Ik wil nog even zeggen dat het gisteren ook keizoen werd. Een paar kievloeters die waren mee naar de sleuteloverdracht van Piel Maas. Maar er was nog iets speciaals. Ik wilde mijn Bram en Ruud op de foto. Dus ik ging door op het podium staan en het is eerst pap. Gewoon maar eens op de eerste trapje staan. Het grappige ervan was, Bram van Bram en Ruud, winnaars van vorig jaar, 2 jaar geleden, die zei ze van, ja, kom maar. En dus wij hebben, ik ben dus op het podium gestaan alleen met Bram en Ruud en we hebben samen het optocht Leed gezongen. Dat was geweldig. Ja. Nou, leuk dat ze dat allemaal vertelt. Dan krijgen we even goed nog in de spreuk, hè? Ja, mijn spreuk hit. Met Piel en Maas, een goed begin. Mel, ik heb er zin in. Af! In de toekomst dat je de gast moet zien en dat je je werkje wil doen over het Kievloedriek. En die mag je dadelijk nog wat snoep pakken en aan de andere kant staat nog wat. Heel erg bedankt en maak er in mail in de schoenen kavel van. Dankjewel. Dankjewel. Ja, en dat is dan weer een beetje de tune van het einde van het eerste oor van Vastelovens samen op deze Vastelovens zaterdag live bij Omroep PNM uit Studio 3 en ook live te zien op PNM Text TV, oftewel het tv-kanaal van Omroep PNM. Ja, kijkers en luisteraars, we hebben opnieuw hoogheden die we mogen begroeten. En we begroeten van de Kemphazen uit Echel, prins Ryan en prinses Anouk. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Nou, een twee hoekje van de jeugd van Echel, die in Echel de carnaval van de jeugd samen gaan maken. En ook jij hebt zeker een klein verhaal te vertellen van wat je met uitkomen hebt beleefd. Wie is dit gebeurd in Echel? Nou ja, dan moeten we een dansje. Je verzendt eens een dansje. Dan moeten we dansen, dan moeten we het oefenen. En als ze uit moest komen, dan moeten we dat in het erf dan. Met onthulling moeten we dansen. En dan heeft iedereen een zwart ding op, dat ze zich niet kunnen zien. Zo'n capuchon overigens, zo'n zwarte, dat ze zich niet herkennen. Ja, en met een kooibajoor op. En dan moest ze weten wie dan naar voren komen naar het dansje. En nemen ze wist dat. En dan moesten we heel langzaam dat zwarte ding even doen. En Anouk, wie lang heb je dat verzwegen, Toes? En tegen de andere, tegen de vriendinnen? Of heeft ze dat gewoon gezegd dat ze prinses werd? Nee, ik heb het zeker niet gezegd. Maar het duurde best lang. We hebben best lang moeten verzwegen. We moesten ook van tevoren al foto's knippen. Dus dat moest al eerder gebeuren. Heeft ze tegen niemand gezegd? Tegen die vriendinnen?
Of de laatste dag toch wel een beetje? De laatste dag heb ik het wel tegen Einemus gezegd. Ja, Einemus, dat moet toch kennen. Die beste vriendin, mag ze dat zeggen. Hè? Ja. Goed, dan zie je, gisteren zie je ook al naar de school geweest, naar de school. Er is ook door bij het erf, dat is ook de schoolcomplex bij je of niet? Ja. En wat heb je aan vastelovend gedaan? Ja, we hebben, moesten met alle groepen hebben dan eigen optreden gedaan. En we waren eerst met een optocht naar het erf gegaan met allemaal thema's van landen. En wij mochten in de jury zitten, Ryan en ik. En dan mochten wij beslissen of dat goed was, maar iedereen had het tof gedaan. Ryan, en wie heb je de eerste prijs gegeven dan? We moesten iedereen 3 punten geven. Want anders vonden we misschien een groepen niet leuk dat die waren verloren of zo. Hè. Ja, en dat was eigenlijk wel het eerlijkste. Ah, dat was wel het eerlijkste. En wie had er uiteindelijk gewonnen? Eigenlijk iedereen. Oh, eigenlijk iedereen, omdat die allemaal 3 punten kregen. Oh, heb je dat zo gedaan? Je ziet in echt wel niet slim bekeken. Ja, en nou, vandaag zie je nou hé. En wat gaat je vanavond? Gaat je naar de kerk toe? Ja, dan gaan we naar de kerk toe. Dat is een carnavalsmis. Dan moet Anouk en ik een blaadje voorlezen met tekst erop. En van tevoren komen we bij mij, de hele hoort van 11. Sausage broodjes en broodjes met knag eten. En dat is wel gezellig. En daarna gaan we dan naar de mis. En daarna gaat iedereen hoes. Je gaat eerst goed eten voordat je naar de kerk gaat. Ja. Ja, dat, vroeger was dat altijd al zo, maar dat is goed dat je dat nou doet. Maar lust je dat nog allebei? Broodjes, sausage broodjes, knakworst of het huur nog allemaal? Dat ga ook? Ja, natuurlijk. Sorry, Anouk. Ja? Ja. Goed. En dan morgen, wat gaat je morgen doen? Morgen dan is de kingermiddag en dan komt, dan mogen wij ook weer erbij zien. En dan werd er uitgerekend wie mijn beste kleid is en dan gaan we verder feesten nog. En dan moet je natuurlijk vuur op, hè? Ja, allebei? Met de Polonaise wel. Ja. Ja, met de Polonaise wel. En dan, dan is het al maandag, hè? Wat gaat je maandag doen? Ja, maandag is er eigenlijk niks. Maandag is, dan gaan ze allemaal nog kapel kieken, naar alle dorpen toe en dan moet je een beetje uitrusten. Want in Echo is dinsdag de grote dag, hè? Ja. En dan hebben we een optocht van je welste. En dan gooit je ook op een auto, op een aanhangwagen, hoe staan? Dan gaan we op een grote kerk, of ja, op de carnavalswagen, dan gaan we staan. En dan mochten we iets afzetten van confetti of zo. En dan moeten we, eigenlijk meer juichen zo. Ja, en dan gewoon carnaval vieren. En dan gaat je gewoon carnaval vieren. En dan is de carnaval nooit in zich afgelopen. Maar voordat de carnaval afgelopen is, gaat je in ieder geval nog een paar dagen feesten. Je hebt allebei samen een spreukwoord wat je mij wilt eindigen vanmiddag. Dus je zegt, het laatste woordje, en dat is altijd zo. En de hoogheden, je mag de spreuk zelf voorlezen. Met Ryan en Anouk werd het carnaval top. We zetten de tent op de kop. Allah, vandaag al wordt de zaken per kop gezet. He. Fijn gedaan. En je kreeg van mij in ieder geval een CD om mee te nemen. En dan kan je de vaste loven nog een keer beluisteren van alle dorpen. En daar mag je en die kank lekker in die snoep je grabbelen en mag je wat meenemen. Goed, en dan gaan we over, denk ik, naar een stukje muziek. En nummer toch wat minder leuk. Zo'n figuur, een lekker stuk. Heidi-ho! Hore blond, strakke kontje. Heidi-ho! Lippen rood en borsten rond. Heidi-ho! Hey, heidi-ho, heidi-ho! Hey, hey, heidi-ho, heidi-ho! Gezellig bal, dat is vrij gezellig. De man sluit de vrouw nu, hier is even alleen. Maar iedereen gaat het kind zich niet missen, dus nooit halen voor jij de tweeën een trein. Hey, lekker een boer, hey, schoene boerin. Het is vast te loven, dus het lekker in. Het eitje gij daartoe wekst niet was ze zus. Op het boerenboel of van ons de dokkus. Ja mensen, en opnieuw zien er hoogheden aan. Geschoven hij en niet de minste. Want van de oude wappers hebben we hier prins Markston en vorst Tim. Welkom hier. Ja, dank je. Ja, het komt er al een beetje zwaar uit. Ze hebben al wat dagen achter de rug, want ze hebben al van alles meegemaakt. Mm-hmm. Mark, we beginnen maar meteen. Als je prins bent,
Dan ga je er al een spel aan voor avond, dan moet ze uitkomen. Mm-hmm. Wie is dat bij je gegaan? Want dat willen we natuurlijk wel allemaal weten wie dat ervoor gaat. Ja, joh, ik zou het eerlijk zeggen, maar het was, in het begin was het heel erg. Ja, in het begin was ik zenuwachtig, maar het was een beetje spannend. Maar ja, want we zien toen, ja, dat was de vraag: zou ik dat willen, wel of niet? En op een gegeven moment, toen hebben ze gevraagd of ik dat zou willen, toen heb ik dat ja gezegd. Maar we moesten met de kruker, zien we toen naar de Engel, zien we toen gewoon varen we het wel. En wij heet, Tim, is tegen moeten varen dan met de kruker? Nee, ik niet, nee. Dat heb ik moeten doen. Ik heb in een kruwagen gezeten. Oh, die is erin gezeten. Ja, ja. En Mark, die is als prins die ja, de vorst moet hebben. Ja, maar dat was echt geweldig, hè, joh. Want ik heb flink moeten zeuren en toen stonden we bij de deur en hebben we even een goed foto gemaakt. En dus we zeiden zo, dus ik moest met de kruiker naar binnen gaan zeuren. Maar ik was zenuwachtig, ik durfde niet meer te kijken meer, omdat ik zo'n masker op had. Maar dat masker is er vanaf gewoon en hoe stoort je hij als prins en vorst en dat is geweldig van de goede wapens. Ja. Je hebt al een oven erop zitten, want bij Savelberg wordt natuurlijk ook massaal vast al oven gevierd, hè? Ja. Oh, dat hebben we precies meer vroeg hebben we dat. Want meer vroeg hebben we eerst gewoon naar de mis in op Savelberg. En dan daarna gewoon door brunchen. En dan na de middag, naar vallen vers uit, dan gaan we met de prinswagen maken we een hele goede schone optocht. En die wordt in Kunnigshuis, doet je mij en de grote optocht. Ja. Ken je mijn rapport voor u, hè? Dat is al. En stoot je ook op een wagen? Ja, ze was de bedoeling dat het eerst een prinswagen zo op moet staan, maar nou moeten de prinswagen, de nieuwste wagen, er is nog ook een echel en nou gehuurd. Maar ik denk dat mij misschien wel al op de hoefkerk moet gewoon. Op de hoefkerk kan ook gezellig zien. Ja, met z'n allen doen bij een. Ja, ja. Ja, ja. En Tim die klinkt me van een gang maken. Nee, dat zei ik. Ja, en dan heb je toch de grote eer gehad dat je bij TV Limburg ziet geweest, hè? Ja, dat klopt ook. Tim, vertel eens. Wat heb je bij TV Limburg gedaan? Nou, we hebben daar meegedaan en ja, gewoon Polonaise moest weer dat doen. In de studio? Ja. En waren er nog meer met een OSG? Natuurlijk, want ja, heel veel groepen waren er, en bands. Bands, en dat vond je wel tjoen? Ja, dat vond ik wel leuk, ja. Voluit meegedaan, neem ik aan. Ja, goed, en dan heb je het dan al over de mes, brunchje, je maakt wel van alles mee. En dan de optocht in Koninklijs. Ja. En dan heb je ook nog een viertje in de Engel zelf, hè? Ja, ook nog. Wanneer is dat? Dat begint maandag en dinsdag ook. Van 2:00 tot 3:30. En dan heb je maandag van 2:00 tot 3:30 dus. Ja, en dan mag ik het bijna niet zeggen, maar dan ben je voetbalman in hert en nieren, hè? Ja, dat klopt. Niet in Kapel, dat doet sommige mensen pien, maar die ben je in Bree. Best ik, dat is ook een vooraanstaande rol, hè, in het elftal, hè? Ja, dat voel ik al bijna 15 jaar, dus meer dan 12 jaar voel ik al in Bree. Ja, en niet meer gewoon waar ze zit, maar ze blijven. En door is het gewoon in Bree, dat weten we. Ja, ik weet dat pap daar ook nog zijn roots in liggen. Ja. Nou, en dan heb je al heel veel meegemaakt. Begon nog heel veel meemaken. Samen, denk ik, met Savelberg, maar ook met de mensen van Kunnigshuis zelf. Ja, ik heb begrepen dat je naar de boerenbroeder vindt met Breedte gehoord. Ja. Dan gaan we dinsdag trekken naar als de vierste B is. En om 16:30 komen we trekken naar de boerenboerdersport en Maasbreeders. Ja, ook van de voetbalclub, hè? Ja, ook van de voetbalclub. Allemaal NVC. We zullen je bijna zeggen, alles is NVC, maar dat zullen we maar niet zeggen. Nee. Goed, Mike, we hebben een spreuk. En de prins heeft een spreuk. Wil ze hem zelf door de microfoon gehalen? Ja, is goed. Dan komt de prins zien is top. Samen met Vorst Tim zetten we de zaak op zijn kop. Hey! Goed zo! Heel goed gedaan. Ik heb een CD. Oh,
Oh, Dietje, mijn manier, dan kent je de ganse vastelover van het ganse regio van Pielemaas nog eens belusteren. Oh, en daar hebben we er een tofel en daar liggen ook van alles op. En ook in de keuken gaan we nog samen wat drinken. Dat is goed. Dat is goed. Kijkers en lustreers, we gaan over naar muziek. Dames en heren, met gepaste trots presenteren wij u de Scherpschutters. Ja mensen, inmiddels komen de hoogheden van Maasbree. Heel hel, welkom mensen uit het Haberiek. We zullen het eerst vertellen waar er bij ons tijd heen. Want dat is voor de kijkers toe heel belangrijk. En daar kan ik even mijn tijd Prins Daan. De eerste Daan. De eerste. De eerste staat er heen hierbij. Daan Bruyne. Dan hebben we Donnevenston adjudant Tim Nins. En aan deze kant staat even mee Jeroen Schampas. De drie mensen die in Maasbree in ieder geval de jeugdvastelovend mee gaan maken en alles straks gedaan hebben. Daan, we gaan meteen beginnen van het uitkomen, dat hebben we aan alle prins gevraagd. Dat moet toch wel wat speciaal zien, want dan moest het zo lang verzwiegen naar die vrienden toe. Boete natuurlijk die adjudant. Wie heeft er bij je gegaan? Nou, ik heb het eigenlijk ook verzwegen aan mijn adjudant, want die wist het ook niet. En er wordt wel gespeculeerd dat ik het zou zien. Maar ik heb het toch wel, denk ik, redelijk stil kunnen houden. Redelijk stil kunnen houden. Wanneer is ze die adjudant verteld aan? Of hebben ze gevraagd? Of hebben ze je dit gevraagd? Ik ben persoonlijk op de knieën gegaan. Met mijn beide adjudanten. Of die mijn adjudant wil je zien. En dat was zo gelukkig. En dat was zo gelukkig. Je is erbij, want dat zien ook die beste vrienden. Zo'n beetje. Ja, hè? Eind van de. En hier goede vrienden, dus die wilt er nou niet voor de kop stoot. En dat heuvel niet. Want dat uitkomen, wie heet dat in het MAF-centrum? Nou, we hebben als thema superhelden dit jaar. En er stond een hele grote telefooncel waar Superman ook uitkomt. En daar is dus iedereen apart uitgekomen. Nou, iedereen apart uitgekomen in een vol MAF-centrum, gewoon genoeg. Want de jeugd in Bree, als er wat te doen is, tenminste op vastelovensgebied, dan zien ze er allemaal. Ook jij ziet naar de scholen geweest, maar heb jij daar ook die kleintjes en de hang genomen en door mij de Polonaise gemaakt? Maar even kijken, de heer Nins begint een beetje te lachen, Tim. Waar is dat zo? Hebben die echt of trekken die zich aan? Nou, dat was meer dat die aan ons trokken dan wij aan die. Ja, maar die allerkleinste, dat is natuurlijk wel leuk als die die vastpakken en als die achter de gein komen en als die mee willen gewoon. Dat is wel leuk, ja. Ja, hele leuke dag. Jeroen, de ooieren op de school, keken die je aan en liepen die middag mee? Of was dat ook van achter de gein vasthouden en de Polonaise zo lang mogelijk maken? Ja, op zich veel op het begin wel mee, maar... er waren optreden eerst van allemaal shows, meer van groepen 7 en 8. Maar daarna gingen de meisjes weg. En toen zijn we weer verder gegaan en toen wat er meer waren, die deed gewoon mee. Die deed gewoon goed mee. Ja. Dan gaan we terug naar Prins Daan toe. Daan, er staat nog van alles te wachten. Bijvoorbeeld, wat doet je vanavond? Ik weet dat dat in Boulder altijd een vier is als je komt. Wilt je voor die balls uitlopen of stoot je bij die balls aan? Nou, ik loop de lever vergoed. Als Breedse zin, dan moet het kennen. We treffen je vanavond nog. Je bent als balls erdoor. Zal je in ieder geval vanavond merken. Goed, dan gaan we morgen. De zonnig. Wat gaan we gedaan doen dan? De zonnig. Dan gaan we op receptie bij Prins Aad. En dan gaan we er nou ook weer naar MAF toe, denk ik. En we moeten denk ik ook vroeg opstaan voor de kerk, om 9 uur. En ik moet een stuk chauffeur lezen, dus dat beurt gaat. Het stuk chauffeur lezen, dat beurt zich aangereikt, dat moesten natuurlijk oefenen. Ja. En die adjudanten, die zullen toch wel eens een paar keer gelusterd hebben, dat ze dat heel of veel gelezen is, of ze er goed uit. Tim, heeft dat goed gedaan? Nou, helemaal geen einde keer laten huren. Jeroen, wat doe je nou? Ik vind wel dat het wel moet gebeuren daar, maar goed, dat komt nog wel. Dan gaan we maandag bij jou dan op toch? Maandag, ja, op de wagen denk ik. En daarna is het mega Mindy Mac van iedereen gehaktbal in het MAF, denk ik. En
En de prins, die vuur denkt, dat ja. Duurt wel. Die had je een aantal, maar geen idee met aandoen je? Wie begreep je dat? Ah, soms. Alle dag naar het mafcentrum toe. Daar kent je ze ontmoeten, daar kent je ze een handje geven. Een handtekening. Vertel even, Daan, wanneer is die receptie? Die is al geweest. Die is al geweest? Ja. En volle bak? Volle bak. Volle bak. Uiteraard. Ze huurt zich dat ook en zeker in het breedse. Ja, er zijn heel veel nog te doen in Maasbree. Dat zal zeker een goed feest worden. Verder ik tegen u zeg van dat we binnen aan het einde zien. Ja, nu is het toch goed. En gewoon dat Prins Daan. Ja, de spreuk, die willen we natuurlijk allemaal huren. Galderen mensen door het ding of hey, dat de mensen van PNA mogen ook huren. Laat gewoon. Dat is een Bree, of een lijn? Ja, alleen. Okay. Ook al zien we als gemeente Bree nou kwijt, we rocken door, wie weet naar sluitingstijd. Bravo! Alla. Op Noorden was de lovend, zal hij zich laten zien. Want putje dit dorp, dat kennen ze hem nog niet. Door je hij zijn plan verkoeven, en wat is daar het geval? Is voor allemaal carnaval. We zien er weer. Truc hey met de gasten. En we hebben opnieuw hoogheden gekregen. Want de mensen uit het Eikaterriek zien nog eens toegekomen. En het Eikaterriek, voor degenen die dat niet weten, en het zou jammer zien als ze het niet weten, maar het is kerstelijk, ik zal het er even bij vertellen. En het Eikaterriek bestaat 3 keer 11 jaar. 3 keer 11 jaar, een jubileum wat ze in kerstelijk vieren. En dat gaan ze met z'n allen dit jaar doen. Daar zien ze trouwens al ruimschoots mee bezig. Bij ons hebben we staan de hoogheden prinses Joyce, de eerste. En adjudant Stacy. En Joyce, dat is Joyce van de Heuvel. En Stacy is Stacy Vassen. En zitten we hier gewoon het woord voeren over heel veel activiteiten die in het Eikaterriek al zijn geweest en die er nog komen. Want, Joyce, ja, je ziet in ieder geval ergens de veur zien gekomen. Je hebt het gedaan, ze hebben het met u gedaan. Wie ziet je eruit gekomen? Nou, wij een kussensleup over onze kop. En de rood liep om ons heen in een Polonaise. En hij heeft iemand als een vuur geroepen. Oh, een kussensloeg, dat zal toch wel voor iedereen duidelijk zien. Over de kop, maar dan zoog ze toch niks meer. Was ze maar slopen of wel? Jawel. Oh, toch wel. Het kost wel een klein beetje door de doorgeer kieken. Ja. Maar ze kostte dicht niet zien in de zaal? Een beetje. Een klein beetje. Dus hij had je al een klein beetje in de gaten. Daar stig eind van de twee, zou je zien. Ja. En wanneer heb je de kinger uit Kerselijk laten weten? Wij zo zien, wij zo uit je land weer en wij prinses. Wanneer heb je dat gedaan? Nou, dat hebben ze bij het uitkomen gewen. Ja, bij het uitkomen, maar stond je toen op het podium in het gemeenschapshuis en toen ging die sloop er vanaf en toen? Het Hanios voor geroepen en het gezag weer mee was. En dit was er natuurlijk heel blij mee, maar ik neem aan dat Stacy er ook erg blij mee is geweest. Ja, ja, want ja, een adjudant moet de prinses natuurlijk wel steunen, hè. Heuvel bezien en kijken dat alles goed gaat. Dat gaan we kijken wat je allemaal gedaan hebt. Want je hebt natuurlijk al wat gedaan. Nooit uitkomen was er ook een receptie. Ja. Stacy, ja. Waar was die receptie? In het gemeenschapshuis in Kerstelijk. In het gemeenschapshuis. En was het er vol of was het er barstend vol? Barstend vol. Barstend vol, dat moet je behuren, joh. Dat hartstikke leuk is. Als je prins en had je dan met prinses en had je dan bestaat er ook heel veel mensen bezien. Ik kijk zo'n beetje achter mij. Dan moet ik toch even terug naar Joyce gaan. Ja, Joyce, is dat eigenlijk opa en oma van de boerenbroedspaar, maar vertel eens wat het is. Zie mijn vader en moeder. Ja, eigenlijk heb je drie dubbel vier, hè? Ja. Jeugdprinses, de pap en de mama, als opa en oma. En dan nog drie krelf. Dat is een kerstelijk een groot feest, dat wordt gevierd. Dat stond er dan ook leuk bij, want ze worden er niet bij komen staan, maar wie word je dat dan stiekem zelf wel, hè? Ja. Goed zo. Ja, dan zie je ook naar de school geweest. Vertel eens wat over de school. Wat je ziet geweest, Joyce? Ja, we zijn op een basisschool geweest. En die had je een schoolcarnaval. En na je eerste optocht moesten we dan meelopen. En dan had je ze daar zitten. En dan hebben ze allemaal dansjes en dan vuur gedaan. En je hebt er nog mee gekeken? Ja. En dat was wel leuk? Ja. Ja, dat dacht ik altijd leuk was. Goed, ja, na die de school heb je ook nog de sleuteloverdraag. Wie gaat dat in Kerselijk? Nou, we gingen met de bus naar Kessel. Die grote rode is ook meegegaan. En hebben we daar eerst gevierd. En toen hebben we ze als een vuur geroepen. En toen hebben ze ons de sleutel gegeven. Nou zit je eigenlijk de kleine baas van alle kinderen van Kerselijk, hè? Ja. Ja, maar is dat nou ook echt zo? Ja.
Ja, dat is goed. Zo wellicht het huur, dat ze jongens is. We gaan kijken van de sleuteluverdracht. Ja, de boerenbroer of Stacey, die komt er ook nog aan, hè? Ja. En God genomen met z'n allen hier? Ja, dat is vanmiddag. Ik ga er met z'n allen heen. Dat is vanmiddag, dus eigenlijk moeten we hier een beetje vroeg maken, nou, dat je niet te laat komt. En, ja, dan moet opa en oma, je jachter, die moeten dan met in het gezelschap lopen, hè? Ja. En wat doet jij dan? Hoort je mij in de optocht? Ja, we gaan wel meelopen in de optocht. Ja, mij door. En waar begint de optocht in Kerslijk? Ja. Meneer, waar begint de optocht? In het gemeenschapshuis. En dan gaan ze het broedspaar afholen en dan gaan ze terug naar het gemeenschapshuis? Ja. En dan wordt er gefeestje, Joyce? Ja. Ja, ja, dat dacht ik al. En dan, ja, dan hebben we de boer Wolf gehad. Dan hebben we ook nog een optocht gehad. Je dan in Kessel gehad, je dan in een wagen. Wat gaat je doen? Wordt je lopen? Ja, we gewoon eigenlijk alleen kijken. We zouden wel meedoen, maar daar is dan helemaal van gekomen. Is dan helemaal van gekomen? Domme vraag. Ik kom voor, jongen. Kessel lijkt dat je er wel in ieder geval bij kunt zien. En dan hebben we nog Peuterkesbal. Peutersbal, Peuterkebal. Wil je het zeggen? Ja, maakt niks goed eigenlijk. En het gebeurt in gemeenschapshoes? Ja. In Kerselijk? Ja. En daar zal je toch wel echt voor op moeten, hè? Ja. En dan kunnen we ook de groetenprint van de Eikaters? Ja. Nou, hebben we eigenlijk een gans programma doorgenomen. Nou, verder we weg gewoon dadelijk. Moest je toch nog wat van zeggen? Met deze boek hier niet. Nee, hoor. Dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Maar ongetwijfeld verder we weg gewoon, willen we natuurlijk wel spreukhuren van u. Want ook in Kerselijk hebben ze een spreukding om wat voor motto dat het virus gevierd wordt. Dat moet je zelf zeggen. Een eikater, groot of klein, wie feest met iedereen. Allah. Allah. Prima, je kreeg op de eerste plaats nog de cd van de vastloven van het ganse Piel en Maas gebeuren. Dat krijg je allemaal samen naar luisteren. En verder dadelijk leek toch nog wel wat voor in te grabbelen. Ik zal me dus mee gewoon. En ik denk dat het goed is dat we muziek op gaan zetten en er gewoon niet mee voor te grabbelen. Ja. Bedankt en maak er een schoenen vast loof van in Kerslijk. Ja, en dan zien we alweer helemaal terug. En ja, we wilden dat zeggen, we hebben natuurlijk straks aan Frank Veugeleers gevraagd in de Eikaters. Wie die B-namen waren. Want ja, de mensen van die meestal luisteren naar de onbekende gast, die willen toch die B-namen huren. En dat is wel heel belangrijk. En ik heb hier de oma bij me staan. En de oma kan me dat wel een beetje gaan vertellen. Wie die B-namen zien van de broed, die dus dadelijk in de onheil verbonden gaat weer in het Eikaterriek. Dat is Manfred. Manfred van Wiel, van Frits, van Manus en Lies van Lenders, Sine Willem. En door van Neers, Naat, Sine Tinus. En Snet van Aars Shang. Nou, oftewel. Money van You. Money van You. Money van You, dat is dan de broedegom. Broedegom, hè? En het broedje, heeft dat ook bijnamen? Het broedje, dat is Marleen. Marleen van You, van de politie, Lempens en Eleonora Koopmans. En Riet van Nou Schiel en Anne van Veldje. Oftewel Marleen van Sis. Marleen van Sis, dus die gewoon dadelijk dus helemaal in de onheil getrouwd weer. Ik geef aan de oma even het brosjes eigenlijk. Want ja, natuurlijk, ik vind dat je dat fantastisch gedaan hebt. Ja. En toch even allemaal die namen hier te nemen. Nou, kijken ze kunnen hier nog net niet even. Ik zal de kleinkinderen verwennen. En straks natuurlijk volgend jaar voor de arme tak. Want dan zie je oma, ze werd weer een groot oma van de kinderen. Ja. Ja, ja heel spannend, heel spannend, ja. Ik zou zeggen, maak er een schoen en oven van en heel veel plezier in het Eikaterriek. Dat hebben we en dat doen we. Oké, nou, zo. Geweldig. Okay. Ja, natuurlijk, dat is ook live televisie, live radio, zoals het heel netjes genoemd werd. Welkom en we hebben nieuwe hoogheden hier, want de Dulper Kuus is aangesloten. Wel te verstaan, de jeugdvasteloven van de Dulper Kuus. Onder andere staat hij neven mij Prins Nick, de tweede. Kijk, dat hij er niet bij moet staan. Nick Verstegen en adjudant Martijn Thiewe. Welkom hier.
Ja, ook in Heldendorp is het losgebarsten. De jeugd vastelovend duidt niet anders. En overal zien we dat we prinsen of prinsessen hebben. En in Dorp is er goed feest geweest. Geet wie? Je ziet er tevoorschijn gekomen. Wie hebben ze het gedaan? Nou, onder de kuus natuurlijk, onder de hoed. En ja, schitterend feest. Schitterend, echt. Schitterend feest, onder een hoed natuurlijk gesteeg. In de kuus, is dat in een hoed? Ja, onder de hoed. En, nee, maar is dat de naam kuus? Weet je wat dat nee, is? Dit is de kuus, maar... Oh, de hoed, daar ging het. Ja, daar ging het, ja. En bedicht niet anders, ook onder de hoed? Nee, niks. Hij heeft met je over het publiek geroepen. Dat echt nog veel moest komen. En onder de hoed, en toen? Op de bühne, Nick? Ja, op de bühne, ja. En daarna een liedje gezongen. En daarna moest ik bekendmaken wie mijn adjudant werd. En dat heeft ze met verven natuurlijk gedaan, hè? Ja, gepronk op die bühne. Mm-hmm. En toen kwam den hier Martijn naar boven toe. Ja, ja. En toen was het feest? Ja, toen was het feest. Ja. Eerst even aankleien en daarna is het feest losgebarsten, ja. En waar heb je dat gehoord? In Apollo, bij het centrum. In Apollo, dat komt er zo goed van. Wie kent ze dat nog vragen? Ja. Dat is toch altijd een derp? Ja, het uitkomen van de jeugdprins is altijd een derp. Ja, nou, dat is, dat is prima in Apollo. En vol of barstend vol? Barstend vol. Ja, kijk, dat heb ik straks ook nog een keer gehuurd, dat ze vol was. Hè. Dus dat is een teken dat de jeugd vastelovend erg goed leeft, mensen. En dat is erg belangrijk. Want als de jeugd vastelovend leeft, dan hebben we in de toekomst ook goede vastelovend in al ons dorpen. En we hebben er nog wat. Goed, je hebt natuurlijk al een programma voor werk. Zit je ook op een school ergens met die allerkleinste en het handje gaan wandelen of polonaise gaan maken? Ja, gisteren, ja. Ja. Met, de lachst er zo bij, was het zo gezellig, ja, was het leuk? Ja, wel leuk, ja. Ja. Met de liaan en de pas, ja. Omdat dat van die hele kleine waren? Ja, hele kleine en geen grotere. En die kleine, die willen die gewoon niet allemaal vastpakken? Ja, wel wat druk, ja. Allemaal zijn kleine jongens en meisjes. Drabbeltjes. Mm-hmm. Ja. Ja, de school met dich, Martijn, je hebt den hier gesteund, de prins hier gesteund en heeft hem ook bij moeten staan. Of heeft hij ook gewoon een deel aan de hang gepakt en door de tent? Het ging allemaal vanzelf aan, hij wist zichzelf aan allemaal. Dat wist zichzelf aan, dat kent zich allemaal. Goed, dan hebben we de school gehad. Wat heb je tot nog toe nog meer al gehad, wat je naartoe ziet gegaan? Receptie en jeugdprinsen treffen. Of de receptie? Ja. Ja? Waar was die geweest? Ook in Apollo. Ja. En? Barstenvol. Ja. Barstenvol. Ja. In Durp is het gewoon barstenvol. Het zit er zo vol overtuigend, zit deze prins. Dat moet ook. Dat is leuk. Ook veel ooiers toch? Ja. Ja. Mm-hmm. Dus dat ken eigenlijk het begin van de vastelovende vrucht ontzettend goed geweest. Ja. Heel goed, ja. Heel goed. Vanavond? Ja, naar de kerk en dan naar Apollo. Dat zei ze niet zo veel. Oh, naar de kerk. Nou, als dat een puntje is, ja, dan moeten we mij naartoe. Ja. Maar zo nog een voorlezen in de kerk? Ja. De voorbeden? Ja, toespraak. Ah, oh, toespraak. Ja. Oh, je hebt op veel plaatsen wat ze voor. Dus in de kerk, dat is leuk in de kerk. Ja. Er zitten ook heel veel mensen, kijken ze er allemaal aan. Dat is ook best leuk. En dan, vanavond. Is het dan voor vanavond gedaan of heb je dan nog wat? Nee, vanavond hebben we niks speciaals dan meer, maar dan naar Apollo en dan... Dan gaan we door feesten. Apollo, nou krijg je teken dat we de rest in wat sneller tempo doen, want wel niets komt er dadelijk aan in 3 uur. Dus gaan we even kijken wat gaan we morgen doen. De optocht. Ja, ja, ja. Heb je net zeggen, heb je een optocht? Ja, een optocht in hel. Ik geloof kwart over 2 uur, zoiets, 2 uur. Nee, start vrij vroeg. Altijd een hele bonte stoet in Durp, hè? Ja. Je gaat mee? Ja. Boven erop? Ja, tuurlijk, hè. Ja. Giftig, hè? Mm-hmm. Ja, het begint bij ons in de buurt, hè, dus... Ja. Goed, Dinsdag? Volgens mij moeten we naar de boer. Oh, sorry. Waarom vier is maandag? Wat gaan we maandag doen? Maandag, wat hebben we dan, Martijn? Oh, met, alleen maar vierste. Foto's maken of mee. Met de jeugd, door gaan het de deur op. En dinsdag heb je de boer Boelef. Ja. Achter de toren, hè? Ja, achter de toren, ja. Dat werd ook een giftig feest, denk ik. Ja, hartstikke schoon. Ja. Voordat het geluid wegveld, werd ik je toch snel gesproken laten zeggen, want we zitten tegen de klok van 3 uur aan te hikken. Zou ik zeggen van, maak er een deur op en een schoenen vast loon van en ken met echt weer zeker niet kapot. En voordat we dadelijk roepen, gewoon zeg ik en denk van, les even die spreukvuur, dat gaat helder deur op dat nacht de kier, huur van u. Nick en Martijn zetten dit jaar de toon, dus vast loon, super schoon, alaaf. Hey. Alaaf. Kom erbij, geef ik vandaag het kind, ze zien meer op ik vast, de loop is best. Kom erbij.
en dat we ivrig bezig zijn met Vaste Loven samen, dat blijkt wel, want hij bij ons maar leeft uit de Balerse Kook, de nummer 2 van het KVL aangeschoven. Hallo dames. Hallo. Ja, ja. Stel ik even zelf voor. Hey. Ik ben Joël van Eesijk. Ja? En wij hebben nog meer bij ons, Joël? Ik zie mijn tweedansresse Annieke Manon. En dat is Annieke, dat is Manon. Oké, nou, die heb ik hier met gedaan met het KVL. En diegenen die niet weten wat het KVL is, wat is het KVL? Een wedstrijd voor Kinger, tot en met groep 8. En er zijn nog veel rondes en er gaan er 11 door. En dat is dan de finale. En daar ben ik ingekomen en door komt daar weer een winnaar uit. Oké, okay. Dus eigenlijk alle leerlingen van de basisscholen die kunnen dat meedoen, hè? Ja. Ja. Wie heeft dat nummer geschreven voor dich? Leo de Bok. Leo de Bok, dat is een bekende tekstschrijver uitballer, hè? Ja. Ja? Maar dan is het toch nummer van de school zelf eigenlijk? Dan is het toch niet van de Kinger zelf een nummer geschreven? Of heb je Leo gegeven van, nou, dat moet erin zitten? Ja, vorig jaar hebben we ook al een liedje, hè? En Leo de wist dat we dus van dat ze zingen hielden. Dus Leo die heeft er een liedje geschreven. Okay. Omdat we dat hij gevraagd. Ja, en natuurlijk die vriendinnen wil je ook meedoen. En die wil je dansen. Dus toen wil je zingen en die wil je dansen. Ja. En toen waren ze alles bij elkaar en het werd in een grote pot gegooid. En dat bijeengeruurd tot een heel leuk nummer. Ja. Ja. Toen zit je naar Belfeld gegaan. Mm-hmm. En in Belfeld waren de veurrondes van het KVL. Hè? Ja. Wie was dat? Leuk, ja. Leuk, spannend. Ja. Ja? Je was eigenlijk volgens mij als 10e of 11e van de 27, maar toen deden ze het niet. Oh jee, de techniek. Ja, en man, dus gewoon branden en ja, overal. Wat is dat, branden? CD gewoon branden. Hoe mag dat wel? Ja? Ja. Vers gebakken CD's, ja, dat ken ook. Toen zie je dus doorgekomen in de vuurronde. En natuurlijk heb je het grote KVL, dat was in Valkenburg, waar dat, hè? Ja. En daar heb je ook in mee gedaan, hè? Ja, ja. Als het doorgaat, dan komt ze door. Daar komt ze door. Ja. Wie was dat? Want dat was in de Poffertjesmeulen, zoals dat heel netjes zit, hè? Ja. Ja, was dat ook echt een grote meulen dan? Dat waren geen meulen. Nee? Het waren een hele grote zaal met een zwembad en een sporthal en zo. Oh, dus eerst in een zwembad, als een VIP eigenlijk wordt je behandeld als artiest. Eerst zwemmen en dan even een klein optredentje doen. Nee. Nee, toch niet? Nee. Dus daar heb je. Toen zie je, ja, omdat je dus mij deed aan de grote finale, ik weet niet of ik hem een Leon kan geven. Toen zie je dus naar een hele grote platenstudio gegaan in het zuur des langs. Waar Bepi Kraft ook af en toe rondkraan. Ja. En daar heb je echte opnames mogen maken, hè? Ja, want ja, dan ging ze de studio en moest een liedje opnemen. Ja. En dat kost weer gewoon. Ja, maar zien die danseresjes ook mij gewoon dan? Die kosten niet, volgens mij. Nee, maar ja, dan kunnen ze ook geen dans op de CD zetten. Nee, dat kan ze niet zien. Dan doen ze naar de DVD's toe moeten. Hey, vanmorgen heb je op de zoepkool gestaan. Ja. Het was koud. Heel erg. Heel erg koud. Maar toch heb je mat gedaan, hè? Ja, dat moet wel, hè. Het moest dat? Ja, het is ons gevraagd en natuurlijk doen we dat dan. Oké. Okay. Op die plaats stonden, hebben ze net aangewezen, samen met die twee danseresjes, Aniek Jacobs en Manda Emons, dat je even, Manon Emons, sorry, dat je even het nummer kunt doen. Dansen en zingen van de Kogoed Bolder, Jody van Heeswijk.
natuurlijk een geweldig applaus hier in het studiocomplex van Omroep PNM. En dansen en zingen. Geweldig, dames. Ik sprook die naam weer verkeerd uit, hè? Ja, nou, bij deze is dat weer helemaal recht gezet. Ik moet zeggen dat prins Henk toch een beetje boft en prinses Lucienne en zijn adjudante Robin en Rosanne, dat die toch echt boffen met zo'n natuurtalent. Geweldig, dames. Nou ja, we willen natuurlijk ook hier bij Omroep PNM laten huren dat wij de jeugd het de toekomst. Zo hebben we dus helemaal uitbollig de nummer 2 van het KVL. Dames en heren, geef ze nog een applaus. Hey! Hey! Ja mensen, en opnieuw zien er hoogheden bij ons aangesloten. Nog sterker, ze staan lekker om geer, want de keus uit Kapel is aangesloten. En ook hier in Panningen weten ze zeker wel wat vastelovend vieren is. En als ze over vastelovend vieren praat, dan moet ze er ook aan denken dat de jeugd mee gaat doen. En dat doen ze in Kapel. Want rechts neven mij staat prins Nick. De eerste Nick. Ja. Dan even staat Angelo Juste. En hij en de linkerkant neven mij staat Fun Jansen, de adjudante van onze prins. En als ik over onze prins praat, dan praat ik over Nick de eerste Nick. Ja, ook dichtbij ergens te voor zien gekomen. En ik heb begrepen dat ze dat in de school gedaan hebben. Ja. Vief, die wil je er wel prins worden, of ongeveer vief. En toen ben ik er te goed gekomen, want de juffrouw had met heel veel overleg. En toen hij heeft een super optreden en toen stonden hij iedereen een masker op. Dat waren er 16 en 2 van hun waren Angelo en Funs. En ik stond achter het gordijn, zeg maar. En toen ben ik de versie gekomen en toen begon het, zeg maar. Toen begon het en als dat begint, dan is het dat de vastelovend begint. Want als ze uitgeroepen wordt als prins, dan is ze er en dan heeft ze het eigenlijk zo'n beetje voor het zeggen. Maar dan moest er ook nog 2 adjudanten komen, hè? Ja. En wie zijn die tevoren zien gekomen dan? Ja, die waren er al eerder, die stonden dan voor. En... Oh, die waren er al eerder? Ja. Ja, dat is een goed bekeken. En dat waren wel de juiste, die 2? Ja. Ja, dat dacht ik ook wel, ja. Dat goed was. Goed, en is toen het carnaval op een school direct begonnen of is er later nog op een school nog een keer apart carnaval gevierd? Ja, toen hebben we ook zeker even gehost, maar later is het gisteren, toen zien we, eergisteren zien we naar de school geweest en toen hebben we ook weer gehost. Hoor. En toen heb je gehost en dan is het een groot feest, ook geen kapel hè? Jazeker. Ja, dacht ik al joh. En dan, is dus op een school geweest, hebben ze uitgeroepen, de receptie is er geweest? Ja. En was het vol of barstend vol? Heb je het jaren ook gevraagd? Barstend vol. Barstend vol, dat word je goed. Ik denk als ze dat nog maar zeiden. Zo. En er waren wel goed voor natuurlijk, hè? Ja. Ja, zien die echt alle drie proficiat uit komen wensen. En dan gaat het vastelovend gebeuren. Want vandaag zie je hey, staan we hey op radio en op televisie tegelijkertijd. En dan gaan we vanavond, heb je begrepen, in een vrije avond, moet je uitrusten voor morgen. Ja. En morgen, wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan we naar het clownjesbal. Dan gewoon nog even naar Funs toe. Ja, het klauwtjesbal. Wat gaat er gebeuren dan? Waar is dat? Dat is in Dok 6 in Panningen. In Dok 6, ja, in de microfoon zoeken. In Dok 6 in Panningen. En dan gooit je alle drie heren en dan gooit geen vuur op? Jazeker. Vuur op. En dan alles en alles wat kapel heet, sluit dan natuurlijk aan. Mhm. Goed dan. En als ik kijk van, als dat nog geweest is, dat klauwtjesbal, wat is er dan morgen nog meer voor te doen? Ja, maandag staan we natuurlijk in de optocht. En dan, Oh, dan ga je gelijk naar de maandag. Dus de optocht, dat is de band. Dan stoot je natuurlijk heel hoog. Dat zal ik Angelo vragen. Angelo, wie hoog stoot je dan? Stoot je op een wagen? Stoot je op een kar? Moet je lopen? Wij zijn op een wagen. En de prins erbij natuurlijk. Dat hoop ik, dat hij erbij staat, joh. Tuurlijk. Ja. Weet ze een klein beetje wie hoog dat het is? Zo rond 6-7 ja, meter. Ja, 6-7 meter. Zo, ja, dat moet hoog zien. Want de lantaarnpost moet aan de kar misschien even. Komt tegen dat doorkind, hè? Ja. En je mag natuurlijk geen snoepjes gooien, of wel? Dat mag niet meer, hè? Nee, volgens mij niet. Nee, dat mag niet. Want ik kom er dadelijk onder de auto. Dan hoor je ze af. Dat mag je alleen als je stilstaat. Als je straks terugkomt op het Roodhoesplein. En dan mag je wel gooien, hè? Ja. En na de optocht, dan mag ik nog de prijsuitreiking doen. Weer met gewonnen. Van met alle wagens of alleen van de kinger? Volgens mij van alle. Van alle. Oh, zo goed. De prins wordt een beetje aan de kant gezet. Ik heb de kleine prins. De Kump en Nick Wilmer. Ik heb even zeggen van D&D heeft gewonnen. Ja. Ja, dat moet kennen. En dan Dinsdag. Wat gaat je Dinsdag doen?
Dan gaan we gewoon zelf met snelle rossen met de groep. En dan, ja. En ook weer in Doc 6? Of is dat gewoon dan, wordt gezien, dan wordt gehoord? Ja, ik denk wel in Doc 6, want daar is bijna alles te doen. Dat is bijna alles te doen. En u kent toch zeker goed die schoen dat je erop staat. Ik denk dat ze in Kapel ook allemaal direct zien en allemaal zeggen van, dan moeten we achteraan, dan maak ik een goed vies mee. Ja. Dat gaat gebeuren. Voor de aansluiten wil ik aan u vragen, en ik hoop dat ze ook een spreuk is. Zeker. Die moeten we goed rammen heen, zodat iedereen in het ganse Pielemaasgemeente weet van, de jeugdpunt van de Kapel heet deze spreuk. De microfoon is voor deze. Oké. Met ons drijven van de wissel en kop, wordt deze vaste lovend helemaal top. Alaaf! Alaaf! Ja, mensen aan de televisie en op radio, dit was het jeugdtrio van de Kuus uit Kapel. En ze gaan die drie dagen nog zeker vuur op en schitterende vastelovend met alle jongens en meisjes van Kapel maken. Dankjewel. Ja, luisteraars en ook de kijkers toes, van harte welkom weer, want nieuwe hoogtijden hebben zich bij ons aangesloten. En ik voel me echt op mijn gemak, want ik heb natuurlijk neven me staan de mensen uit Kokkeriek. En als we praten over Kokkeriek, dan hebben we het over de jeugd vastelovend Bolder. En daar weten ze heus wel wat vastelovend vieren is. Ik kon je voorstellen, wie er neven me staat. Aan de rechterkant natuurlijk, hoogheid prinses Lucien. Daarneven staat Robin Vrijen, de adjudant. En links van mij staat Rosanne de Vogel, de adjudante. En ze gaan in het Kokkeriek namens jeugd vastelovend Bolder vuur op. We gaan naar Lucien toe en we gaan vragen van het uitkomen. Dat is bij ieder prinsentrio is dat een apart geval. Wie hebben ze dat bij je gedaan, Lucien? Nou, we stonden achter een gordijn. En daar werden we vanzelf, werd het gordijn aan de kant gezet. En toen werden we naar voren geroepen. En stond je er alleen bij de gedreien of stonden we er nog meer? Toen we uit het gordijn waren, stond de ganse rot van elf erbij met prins Henk en Wil en Arno, dus. En daar uit moest geen agendje naar voren komen? Hoe bedoel ze? Werden jullie daar uit naar voren geroepen, uit dat gezelschap? Ja, zo ongeveer. Die stonden daar voor en wij werden van het gordijn naar voren geroepen. En toen stonden we bij de rest. Toen stond je bij de rest. Toen kon het feest beginnen. Ja. Want dat gebeurt allemaal in Bolder in het trefcentrum en de Hoersloot. Daar was het vol of barstend vol? Ik zal het ook maar nu vragen. Barstend vol. Barstend vol. Kijk, dat zeg je. Dat ik allemaal. Ik vind fijn dat die cameramensen erbij beginnen te lachen. Schieten, die dus kan zeggen. Maar dat heet maar een klein beetje. Dat het overal vol is als er jeugd vastelovend is. En ik heb het al eens een keer gezegd. Dat is fantastisch dat er met de jeugd zoveel vastelovend wordt gevierd. Want dat is dus toekomst. Ja, dan heb je al het einde en anger achter de rug. Ik zal even beginnen. Ik heb u gezien op het Jongerenbal aan de Koeberg. Mm-hmm. Dat mag ik vertellen, Lucien, wie het er was. Dat was het geweldig, maar wel echt druk. We hebben er heel lang gefeest en prins en prinses zien er uitgekomen. Dat was echt heel gezellig. Dat was heel gezellig. Rosanne, nu ben jij, maar dan gewoon niet aan het praten. Nu ben jij geen Limburger, maar het carnaval vieren in de Blokhut. Dat was het zweten. Ja. Dat was het druk, zegt Lucien. Hoe heb jij dat ervaren? Heel gezellig. De zaal was niet zo groot. Nee. Het was niet berekend op zoveel aanloop van de jeugdigen. We gaan naar de andere kant toe, gaan naar Robben toe. Ja, Robben, dit wist dan natuurlijk de weg wel naartoe naar de Blokhut. Deden je allemaal heel goed mee. Ja, allemaal heel goed mee. Ja, de scholen doen in Bolder ook niet over de andere dorpen. Daar zit je geweest. Normaliter is Friedes altijd de scholenoptocht. Dat was bij jullie ook, hè? Ja, waar zie je geweest? Alle drie de schoenen, alle drie de optocht meegedaan? Ja, we zijn eerst naar de omnibus geweest. Daarna zien we met de panterij de optocht gaan lopen. En van de panterij zien we naar de Bollenberg gegaan. Dus je hebt eigenlijk al een flinke route moeten lopen. Ja. Dat geeft aan dat ze in ieder geval komende maandag ook behoorlijk wat kunnen verzetten. Al gewoon staan op een wagen. Maar we gaan eerst even... We missen het dialect, dan moet ik zelf wat veel dragen. En de prins dan ook. En ik denk dat het heel leuk werd. Ik denk dat het heel leuk werd. Want sommigen die keken straks dat ze naar de kerk toe moesten. Maar in Bolder staat een mis echt in het dialect. En daar spreekt iedereen gewoon. Een aantal beden werden voorgelezen. En die werden ook gesproken door prins en prinses. Maar ook door het gezelschap van de Boer Wolf. Dat zal zeker leuk worden. En ja, dan kunnen we het voor u drie, hè?
Dan gaan we vanavond om 8:30 ongeveer, want verder hebben we klaarstaan. Ja. Moeten we u komen feliciteren. De receptie in Baarden moet nog komen, zelfs niet. Sorters voor de carnaval. Spitsje terug, gaat het er een beetje op? Ja, ik vind het wel spannend. Hoe dan? Ja, ik vind het spannend, maar ik heb er wel veel zin in. Heel veel zin in. En Robin? Ik voel de kriebels al, maar ik heb er wel heel erg zin in. Ja, de vaste kriebels al, dat is goed. Dan is het, ja, we zullen vanavond wel laat weer. Verder we allemaal weer toezien. Dan gaan we naar morgen toe. En morgen dan gaat jij en ik met het andere gezelschap gaan we op receptie. Gaan we naar de? Naar de receptie van prins Henk ten tweede. Den tweede. Die is bij Unitas. Daar gaan we in groeten getalen. Dat is altijd een grote happening in Baarder. Waar, ja, waar iedereen bij je komt. En daar zult jij zeker zien, hè? Ja. Dat ja. Werd ook gezegd. Dat weet ik zeker. Dan word je met op de buurt boven bij de grote prins. En dan wordt een aparte dans gemaakt. Goed, dat gaat zeker gebeuren. Maandag gaan we naar de optocht in Baarder. Ja. G staat, voorzant, je staat op een kar. Ga je te voet, staat je op een grote wagen. Op een grote wagen. Op een grote wagen. Robin, ja. Wist je wie hoe? Nee, niet precies. Nee, precies. Maar Lucien, het is wel lekker zo hoog, hè. Op iedereen neerkijken en dan zwaaien, hè. Ja. Goed, we gaan, ik kom kijken, we gaan het zeker meemaken. Dan hebben we dinsdag. En wat ga je dinsdag doen? Even denken. Kom je bij ons op receptie? Ja, wie komt weer op de receptie? Dus je komt op receptie naar de boerboer toe, want de boerder is dinsdag de boerboer. Die heeft vanaf 1 uur en je zal het zeker vanaf 4 uur achter het present geven in Zahavond, of niet? Ja. Ja, we verwachten u zeker, want ik zag net, ik weet dat je ons ook vanavond verwacht. Dus, dat wil ik goed vieren in Baarder. Dan gaan we nog 3 dagen echt vastelovend vieren. Zoals ze dat trouwens in alle kernen in het Peel en Maasgebied gaan doen. We gaan aansluiten. En ja, Dine Spreuk, die mag ze er een goed knallen mee. En dan roepen we wel met allemaal al af. Dus Lucien, dit van dicht. Met zoveel kroken dan de eigen steek, werd er 3 dagen niet gegreek. Alle. Nee, laat de meisjes hier even een klein pleetje aankondigen. Ja? Ja? We willen een plaatje aankondigen van W3 vandaag. Oké, okay, dames, maak de schoenen wel slopend van en doet Henk de groeten. Paar voilà. Waar is het fantastisch dat dit heeft besteed? En dan de Noak nergens anders meer dan brein. Geen om het plezier, het kunt niet opgaan en tieren. Wij van het goeie leven hield, is daar als de gat te vieren wilt. Lekker genieten aan de rest, daar hebben we schieden. Ilse Zonderkamp en ik de eer om een geweldig preutje te horen met de heersers, de jeugdheersers, ja, van de Beringse Kuus. Ja, de twee dorstlustige hoogheden neven mij. Ik ben heel gerutst erop. Dat zien prins Guido van Beringen en prinses Sanne. Welkom. Hey! Helemaal overdonderd. Ziet je al lang, prins en prinses? Wanneer ziet je ooit gekomen? 10 januari. 10 januari. En wie ging dat? Nee, we moesten doen. Doen springen. Je moest doen doen springen. Grote doos neem je aan. Ja. En toen. En wanneer zit je eigenlijk gevraagd? Al lang van tevoren, al weet ik veel, van de zomervakantie, dat ze zeiden van, wilt je prins weer en prinses? Of, Nee, een week van tevoren. Een week van tevoren. En moest je dat een ganse week stil hoor. Is dat gelukt? Ja. Ja? En dan kwam je uit en dan kwam je uit een doos. En toen feest. Ja. Heel groot, Fies. Ja, heel groot. En vandaag, je ziet hé, hey, en dan wat gaat je vandaag nog allemaal doen eigenlijk? Vanavond hebben we een special act bij het gemaskerbal in Beringen. Je hebt vanavond het gemaskerbal in Beringen? Ja. En ja, dit gij is natuurlijk in Prins Ornaat. Nee? Oh, dat moest niet zeggen wie ze gij is natuurlijk, nee. Want anders valt het op. En dit is ook het gemaskerbal in Beringen? Ja. Ah. En wie had dat? Dat nemen ze pekjes over of zo? Ja. Dus allemaal cadeautjes mee en Sinterklaas en Zwarte Piet en zo. Nee, eigenlijk
denk het niet, mensen. Ik ben er nog nooit geweest. Dat is er nog nooit geweest. Ik denk dat ze met peksjes vastelovens peksjes bedoelen. Weet niet, Jurie. Ik ben er nog nooit geweest. Morgen, optocht? Ja. Prinsenwagen? Ja, ook. Chic? Denk wel. Wat zei ze buurgen in de klas toen ze prins woord? Want er zit, Ik zit op de bouwers. Er zit op de bouwers. Eerste, tweede, derde, vierde, vierde? Op de tweede. Tweede. Ja, nou ja, maar nu allebei. En de ganse klas, yeah, dit is prins. Nee. Want ik heb gehuurd, stiekem is me dat in de oor gefluisterd, dat er iets speciaals is bij in de klas. Ja, de prins van Grasshoek zit ook bij in de klas. De prins van de Grasshoek zit ook bij in de klas. En sterker nog, ik heb ook gehuurd dat bij prinses Sanne er ook iets speciaals is in de klas. Want ik zit ook in de tweede, hè? Ja. Wat is bij in de klas? Nou, de prinses van Grasshoek zit bij mij in de klas. Het is toch niet te geloven? Een vruchtbare klas, toch? Ja, een prinsenklas. En, ja, geweldig, toch? En heb je samen Polonaise gedaan gisteren op je school? Ja. Ja, nee, bij tienerbal. Bij tienerbal? Was natuurlijk ook tienerbal. Was het druk? Ja. Ja? Geslaagd? Ja. Oké, en dan morgen de optocht. Maandag of maandag? Wat kun je dan doen? Maandag is er... Boerenbroelof. Dus dan moet je ook acte de présence geven. Wat, hè? Dat dacht ik al. Moet je ook gewoon hier. Dan moet je ook gewoon hier. Volgens mij niet in ornaat. Niet in ornaat, in boerenbroelofskleed. Nee. En dan is het in de noord, is het weer als woon, zeg maar. Ja, dat duurt nog zo lang. Het moet nog beginnen. Wie wilt dat nou om prins te zien? Leuk. Ja? Ja. En prinses, heb ik altijd eens willen weer, prinses. Ik denk, als ik dat... Ja, leuk. Ja? Nog een keer doen? Zou je het nog een keer doen als je wilt? Ja. Ja? En die ook? Dadelijk als een beetje groter beste grote prins van Beringen. Misschien? Nee, misschien. Ah. Je hebt vast in een spreuk. Ja. Neem me aan. Als de jeugd kan binnenvallen, dan gaan wij pas echt knallen. Yeah! Wat zou je hier willen huren? Doe maar Fabrizio. Met Ballando. Met Ballando. Ben benieuwd, hebben we dat? Dat hebben we vast. Kimt het al weer. We hebben weer speciale gasten die net binnen zien komen vallen. Ja, en voor de valreep, zullen we maar zeggen, van het tiet zijn van vier voor. Hartelijk welkom, Brookheerskes van de OJB uit Kunnigslus. Jazeker, en ik stoor hier neven. Twee dorslustige hoogheden, prins Door, dat valt mijn medaille al op de grond. Prins Remco en prinses Malone. Goedemiddag. Goedemiddag. En, zin in de vastlovend? Ja. En wanneer wist je dat je eigenlijk prins en prinses zou weer? Op 28 december kwamen ze bij mij toe. Zo lang al? Heb je dat al? Ja, de 29e. De 29e. En moest je dat al die tijd geheim mooien? Ja. Moeilijk? Ja. Ja. En ik huur, je zit bij elkaar in de klas ook nog? Ja. Dus het is dubbel vies. Wat voor school zit je? Bouwers. Op de bouwers. Eerste, tweede, derde, zesde? Eerste. Op de eerste. En bevelde een beetje. Ja. En wat zei je in de klas toen je prins en prinses hoort? Verrassend. Verrassend? Ja. En al Polonaise gedaan op school gisteren natuurlijk. Ja. Gisteren ziet je de vastlovend begos. Je ziet natuurlijk, tenminste ik denk dat je ook naar tienerbal ziet geweest. Druk? Ja. Ja? Schoen? Dat wel. Dat wel? Ja. En vandaag, kei vet cool en ga vannacht. En ja. Kijken. En vandaag, wat goed je vandaag nog doen? Of heb je vrij vandaag? Vandaag hebben we niks. Vandaag heb je helemaal niks. God, je vanavond ook niet hoe het blijft lekker toe is voor de televisie? Ja. Uitrusten voor morgen? Ja. Heel belangrijk, vuur op de bank, een glaasje oranje erbij, laat ik lekker voor wennen natuurlijk. Want morgen moet je eraan. Ja. Wat is tijd om morgen allemaal op het programma bij de Broekhazen? Merg hebben we optocht. Merg heb je optocht. Heb je een schone prinsenwagen? Heb je hem al gezien? Ja. Is al proef gedraaid? Nee. Nee, nog niet. En dan nog, wat noorden optocht? Vierste. Vierste. Wie is s'nachts
Morgen vroeg, maandagmorgen natuurlijk. Toch? Ja. De dag erop, maandag, wat gaat je dan doen? Dan hebben we rode neuzenbal. Rode neuzenbal, vertel eens. Ja, dat is voor de kinger dan, van de prokeskes. Ja. Van wie hoort, wie is wie? Van de basisschool. En dan komen er uit Bering komen er meer mensen die dan de kinger voor maken. En dan is er dan gewoon voor de kinger dan nog vierste dan. Dus en allemaal een roeien naast is natuurlijk de bedoeling? Nee. Nee, eigenlijk niet? Nee. Waarom heet het dan een roeien naast een bal? Ja, weet ik gewoon niet. Nou, afloop je dan een roeien naast. Oh ja, natuurlijk. Dan, denk eraan, hè. Dan hoor je het netjes. En dan maandagavond nog iets? Of ook weer lekker, gewoon lekker oud gewoon? Ja, lekker oud gewoon. Lekker oud gewoon. En dinsdag heb je iets speciaals? Of, jawel. Wat heb je dinsdag allemaal De kinderboerenbroelef. De kinderboerenbroelef? Een speciale kinderboerenbroelef? Ja. Wow, dat vind ik wel uniek. En moet je dan ook mij doen? Dan zien we getuigen dan. Geen ziet getuigen van de broeder of van de broedergom? Of gewoon? Van allebei. Van allebei. Oké. Okay. Wat chic. Wat chic. Hey, heb je ook een spreuk? Ja. Ja. Kent je die even zo helles gekend? Ja. 1, 2, ja! Jong of oud, het is hem het even. Weeg ons samen, kijk waar je vastgeloven blijven. Alaaf! Dat weet ik zeker. Hey, dat is me wel een spreuk. Volgens mij, je had een verzoeknummertje, dacht ik, of niet? Ja. Maar dat zien ze aan het opzoeken. We draaien even een hele leuke. Is dat ook goed? Ja. Die is ook goed? Ja. Heeft hij 4 van kleuren? Hey, bedankt. Mit ner Pap nas je bore bedom in der Tech, hammer uns je schwore, mir jan unsere Weg. Alles, wat ma kriege könne, nemme mir auch mit, weilet jede Augenblick nur einmal je. Tja, nou heb ik kopie in het pakt en met dit weer zal het ongetwijfeld naar de lijn van het weer komen. Een nummer van de Beringse Schottelsletten en de allerletste hele dat nummer. En voor de luisteraars die normaal gesproken vastgekloezeld zitten en vastnodigd samen, kijk ook eens op PNN Text TV, want daar op is de uitzending live in beeld. En wat dat betreft kind je dan ook de hiersers van de kevers uit Kessel bewonderen. Van harte welkom. Dikbus. Prins Daan de Eerste. Prins Daan de Eerste. En Dikbus? Prinsesje Welle de Eerste. Prinsesje Welle de Eerste van de kevers uit Kessel. Ja. En we hebben u net gans gezien, gans goed, het feestgedruis, hele toegekomen van het buurgezet. Het hummelkensbal. Het bezig, volop bezig. En ja, het is toch schoon dat je dan gans kreeg. Ja, dat komt wie is er om prins te zien? Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Ja, hartstikke leuk. Die altijd willen leren. Terug al van gedruimd als kleine. Ja, die gauw. Ja. Ja? En wat heb je allemaal meegemaakt? De krantenverkoop. De krantenverkoop. Vandaag nog de vieringverkoop. Oh, wow. Heb je dat al meegenomen? Nee. Dat is toch ook wat, hè? Ah. Hey, maar ze zullen u toch niet alleen een paard sturen om spullen te verkopen, of wel? Die verkopen wel, goed natuurlijk. Dat is wel normaal. Vierste keer nog. Vierste keer nog, ja. Dat is voor middag al zo. Met hulp is wel duidelijk. Gaat je weer vrolijk verder, heb ik al begrepen. Of niet? En door naar de kerk. Oh, nog naar de kerk. Is er tegenop? Nee, maar het is wel druk. Ja, oh, je hebt het zo druk. Leuk is eigenlijk kerk. Heb je hoor, het is wel druk vandaag en een druk programma. En morgen? De brunchje, receptie. Ook nog van alles. En natuurlijk ook even een beetje zelf feesten. Meneer, was je dan eigenlijk dat je prins en prinses wordt? Was je dat lang te veel, hè? Volgens mij 7 december. Oh, dat is toch wel een lieve titel terug? Ja. En dan is het de ganse niet stil met hooi. Ja. Ging het goed? Nee. Ja. Stiekem per ongeluk van hooien. Nee, dat niet, want ik ben niks
Ja, dat geloof ik. Ik heb begrepen dat je Anne wil kennen in de klas. Ja. En je was het van elkaar dat je prins en prinses wordt. Ja. Dus dubbel moeilijk. Ja. Dank je wel. Wat zei de klas? Ja, die wisten pas. De zon is uit goed kwamen, dat vonden ze wel chique. Ja. Zien ze altijd nog een receptie geweest in de ik denk het. Oh, kip, oh, je hebt morgen een receptie. Ja, maar die klas zit bij jou in de Rotterdam dan, bij je? Klasgenoten? Ja, ze zitten er een paar bij. Het is gewoon van kerst nodig, niet? Ja. En die zit op de band? Ja. Workklas? Ja. Hm. Moeilijk. Nee, nee. Oh, kijk eens. Dat zien de echte, dat zien de echte. En dan hebben we dinsdag, ja, nee, morgen is het pas. Nee, morgen zijn ze kerstdag. Morgen. Wat hebben ze morgen in de kerstdag allemaal? Optocht. De optocht, de grote optocht. Ja. Prinswagen. Ja. Chique Prinswagen. Ja. Ja? Royce, wie zit er goed? Kijk mooi. Diplomatieke antwoorden, twee. En hoor, optocht wandelen nog natuurlijk. Ja. Ja. Volle bak, ik weet wat het is. Met de prijzen, ja, prijzen drinken dan. Wat denk je, mag jij al kanten op prijzen? Of nee, geen mond bij mij doen. Nee, dat is misschien wel goed, dat is misschien wel winnen, denk ik. En dan doen ze? Daar is niet in. Boer Boerle? Ja, van achteren. Ja, van trouwerie, hoor. En daarna schroet en dan is het alweer door. Maar ja, dat wordt nog kei lang voor de keuken. Had je ook trouwens, wat is eigenlijk je favoriete liedje? Wat kunnen we dadelijk als support voor je draaien? Vandaag gaan we iets geven van. Ja, die ruikt het kennen anders, kennen we wel. Hij is een kennen we even. Ja, die ruikt van die kerel. Vandaag gaan we weer draaien. Ja, oké, ja, morgen. Je ziet de baas, je ziet twee dagen lang de baas. Dus morgen. Heb je al gesproken? Ja. Ja. Schoenensbrug? Ja. Zal dat lukken met z'n allen met z'n tweeën keer? Ja. Ik tel aan. Drie, twee, één. Drie dag twee met de scepter in de hand regeren Joelle en Daan het Kesselse land. Alle. Hey! Alle. Ik dacht dan kunt er muziek doen. Ik denk dan kunt het speciale plekje wat ze aan hebben gevraagd. Misschien kunt er nog wel. De techniek staat even door. Dat doen die zo maar. Dat doen die, ja, die kennen alles. Misschien kan ik het zelf even aankondigen. Ik heb dan luisteren naar het favoriete nummer wat jij hebt aangevraagd. Je kunt 2-3 van de. Je kunt vandaag een dag 2-3. Okay. Ja, gelukkig. We hebben weer helemaal nieuwe live gasten in de studio en die komen niet uit Bolle, maar die komen vanuit het Graasprijtersriek op een grasook en die zien de prins, de prinses en de adjudant van de Vos van Jong Nederland van de grasook. Ja, en dat zien prinses Iris. Prinses Iris de eerste. Ja, de eerste. De eerste. En prins. Prins Ruud, ook de eerste. Ja. En Vorst Jeroen. Vorst Jeroen, ook de eerste. Ja. Welkom, Dreemond Sterk. Ja. En wie wilde het om Prinsen Trio te zien? Geweldig. Ja, geweldig. Met er echt zin in. Ja. Wie lang, wanneer is het goed gekomen? Januari. 3 januari goed gekomen. Ja. En wie lang moet de deur opschieten en dat ging je al. Voor de kerst nog, jongen. Ja. En moest je dat zo lang stil houden? Ja. Ging dat goed? Ja. Ja? Ja. Neem eens niks voor ooien. Neem eens voor ze. Ook niet stiekem de vriendin en nee. Oh, knap. En toen je begint eigenlijk te goed komen, kom je gewoon binnen en dan, pa, hier ben ik. Of is daar een advance fies? Ja, dan had je een soort van popstarstand gedaan en dan steeds aanvallers. En de BG is enig over. Wat een popstar waard je? Wat voor niet had je? Nee, dat was, we moesten dan zeggen waarom dat we. Of we dat zo willen werken en
En dan moest ik als iedereen natuurlijk aan het stemmen dan. En dan, ja, neem de meeste stemmen waar je het liefst van over. En jij had de meeste stemmen, en liefst de allermeeste natuurlijk. Ja. Ik zie het. Zeg, vind je het chic om Trent te zien of niet? Ja. Dat is trots, gast. Wat heb je allemaal al genomen toen was het loopt? Gisteren op school neem ik aan, gistermorgen op de school gelopen. Ja. Ja, dat vind je tegen? Niet lopen? Nee. Was leuk. Was leuk? Ja. Was niet ontzettend kort? Ja, wij hebben heel veel gedanst, dus dat is lekker warm. Oh, oké. Okay. Dansen naar school geweest? Ja. En toen? Wat nog meer? We zien nog de tienerbal geweest. In Meringen ook? Ja. Vond je het ook zo vet? Ja, dat was leuk. Ja, dat was ook heel druk heb ik hier. Nou, de tienerbal niet zo erg. De receptie wel. De receptie wel? Wie was de receptie? Wanneer was het? Oh ja, week dus. Ja. En dat was wel heel druk. Ja, dat was heel druk. Oh, rode wangen van het kussen. Ja. Dat dacht ik al. En vandaag, wat had je vandaag gedaan? Wat had je vandaag gedaan? Had je vrede vandaag? Ja, vrede. Dus je wilt zelf lekker opstaan? Of liever lekker toes met... Nee, ik denk lekker toes en dan morgen weer een optocht. Om morgen heb je optocht? Ja. Prinsenwagen, ja. Chic, vet. Wie zit er rond Prinsenwagen? Ik denk dat we er nog niet over mogen zeggen. Ja, ik zie het gewoon. Het ziet er geweldig goed tussen. Ja? Ja. Dat zal ik zeker doorbrengen. Dus morgen heb je gewoon een optocht. Ja. Ja, met een geheime prinsenwagen. Ja. Maar Kump zich, ja, dat is niet zo heel goed. Ja, ik ben niet gebeurd, maar doen we zo niet goed. Kump zich er dan wel boven doen? Ja. Ja, hebben ze er net op gevangen? Nee. Trap blij om mij. Nee, dus ik kom er nog wel boven. Ja, zeg ze wel. Ja. Okay. En dan heb je, ja, daarna heb je natuurlijk groot feest, dan nog toch? Ja. En morgen? Ik hoop toch in pan. Oh ja, pan. Oh, heel bijna op toch in pan. Ja. Is dat al, doet het altijd? Altijd die van de plaatsverretter van mijn op toch in pan. Ja. En dit is? Kingermiddag. Kingermiddag. Leuk? Ja. Zin in? Ja. En dan dit is gewoon het samen sloeten. Ja. Maar dat duurt nog wel even. Gelukkig, ja. Hier is vierste. En vierste kent je, heb je niet meer wat te zien. heb je al een spreuk eigenlijk? Ja. Alle drie samen of één voor één, zeg maar? Alle drie samen. Alle drie samen. Zal ik het vertellen? Ja. 1, 2, 3. Al is de pret zoals je krijgt, vast het over vier is voor één lijn. Ah, dat is voor. Heb je ook een liedje wat je hier hebt? Huftig glazen in de loog. Huftig glazen in de loog, zo. Heb je niet glazen? Dat is goed. Kunt er wel. Proost, omhoog. Ja. Huftig glazen in de loog. Wat we zien, wat dan genoeg. Dat is goed. Ja, en het cadeautje hebben we nog? Oh ja. Ja, moet geen alles cadeautje doen. Vast en samen.
Dit is Vasselovin Sami.